Nee! Kan toch niet? Bulbasaur, oh ja, nou, die moeten we dus eigenlijk wel vangen, hè, jongens. Nee! Hey kijkers van de Wannabe, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van de Pokémon FireRed Randomized Race. Nee, niet Race, Nuzlocke. Vandaag gaan wij verder waar we gebleven waren. We hebben de gym verslagen en ik heb jullie aan het einde van vorige aflevering gevraagd aan wie ik de TM moet leren, Rocktomp. Daar is alleen geen antwoord op gegeven, sad music. Dus wij gaan eens even kijken, dan ga ik daar zelf over beslissen. En dan denk ik dat ik hem het beste aan Paul kan leren. Dus dat gaan we dan ook doen. Paul de Nidoking, jij mag Rocktomp leren en dat gaan wij aan jou leren voor Focus Energy. En ik denk dat dat een goede keuze is, dames en heren. Dus dat doen wij en dan gaan wij verder. Wij zetten een CD-rommetje tegen zijn hoofd aan en hij heeft Rocktomp geleerd. Dan gaan wij verder. Wij gaan namelijk heel wat trainertjes verslaan. Zoveel mogelijk in, laten we gewoon weer proberen een aflevering van een kwartier te maken. We gaan er zoveel mogelijk proberen te verslaan. Dat is deze kant op. En we krijgen van deze meneer, als het goed is, running shoes. Zodat wij sneller kunnen rennen. Ja, kijk, daar zijn ze. Als het goed is, kunnen we dan met de B ingedrukt sneller lopen. En wij gaan gewoon proberen om in deze aflevering zoveel mogelijk trainers te verslaan. Om bij de cave te komen. Zodat wij de volgende aflevering de cave in kunnen. Eens even kijken naar de Pokémon. Ik denk dat wij Eva willen trainen. Die is namelijk level 10 en de rest is 11, 11, 12, 13. Dus die zetten we vooraan en dan gaan wij beginnen met deze trainer. En alles is randomized, dames en heren. Dus deze trainer kan zomaar een of andere Mewtwo hebben. En het kan zomaar een zware aflevering worden. En ik ben heel erg benieuwd. De eerste is een Snubbull. Snubbull. Dus dat is niet zo'n probleem, denk ik. Ik denk dat Eva deze wel aan moet kunnen. Een Snubbull van een leveltje 9. Het is wel zo dat Eva alleen maar Scratch kan. En geen Confusion, geen Water Gun. Helemaal niks. Dus dat is wel even jammer. We zullen deze Snubbull moeten doodkrabben. Dat is in principe geen probleem. Dat moet ons wel lukken. En als het goed is, als we deze Pokémon hebben verslagen, is Eva alweer level 11. En daarmee even hoog als de rest. Dames en heren. Drop in deze aflevering ook weer gewoon jullie namen. Ik denk niet dat wij deze aflevering een nieuwe Pokémon vangen. Want we moeten best wel wat trainers verslaan. Dus ik denk niet dat we dat redden in die 15 minuten. Maar dan heb ik in ieder geval gewoon weer wat namen voor de volgende keer. Er staan er nog een heleboel open natuurlijk uit de vorige afleveringen in de comments. Ik noteer ze allemaal. Maar ja, drop ze gewoon weer. Drop nieuwe als je een nieuwe kijker bent en je hebt nog geen naam gedropt. Het kan allemaal. Jeetje, wat moet ik veel scratchen. Dat komt natuurlijk door Charm, omdat Snubbull ons aan het verleiden is. Maar Snubbull is hartstikke dood. Here we go. 121 XP, we gaan naar level 11. Gaat Eva nog wat leren? Een Water Gun of iets? Zo te zien niet. En nu komt er een Butterfree. En Butterfree is misschien wel wat moeilijker. Maar we blijven gewoon even scratchen. We gaan het allemaal wel zien. Een Butterfree van level 9. Oh, die kan wel een Confusion. Dat doet als het goed is niet heel veel pijn. Nee, dat valt mee. En Scratch ook niet heel veel. Dus dat is jammer. Confusion doet wel meer damage dan het Scratchen. Misschien als wij de Zabel doen. Dan kan hij geen Confusion meer doen. En dan ben ik benieuwd wat Butterfree nog meer kan. Buiten Confusion. Misschien helemaal niet zo heel veel boeiends. En dat geeft ons... Kijk, Struggle. Oh. Oh. Dat doet eigenlijk nog meer pijn. Ai, ai, ai. En niet meer disabled ook. Oké, we gaan nog even door. Confusion. Er moet geen critical hit komen. Het doet 4 damage, dus we zouden er nog 1 kunnen hebben. Maar laten we maar gewoon switchen, want ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Wij gaan switchen naar... Naar wie gaan wij switchen? Laten wij switchen naar... Yossa mag ook wel leveltje 12 worden. We willen natuurlijk iedereen een beetje gelijk hebben. Dus laten we dat maar gewoon doen. Confusion doet ook niet zo heel veel op Yossa als het goed is. Nee hoor, helemaal niet zoveel. En wij kunnen Confusion terug doen. Doet dat iets? Laten we kijken. Anders doen wij Pound. Kijk eens even, dat doet wel genoeg damage hoor. En Butterfree is gelijk Confused, dus dat is een goed teken. Slaat zichzelf als het goed is. Dat is jammer. Dan moeten wij nog 1 Confusion doen. Wat geen probleem is, want Butterfree is dan dood. En dan hebben wij de eerste trainer verslagen, dames en heren. En dan gaan wij snel door naar de tweede.
Even kijken. Eva krijgt de puntjes bij. Gaat niet naar een volgend level. Jossa ook nog niet. Maar Eva is nu level 11. Even hoog als de rest. We kunnen nu terugrennen naar het Pokécenter. Maar laten we dat niet doen. Laten we Jossa gewoon even vooraan zetten. En dan de volgende trainer met Jossa beginnen. Zo, komt u maar door. Trainer nummer 2. Here we go. Wat heeft deze trainer in zijn broekzak? Deze heeft 3 Pokémon. Oké, en de eerste is een Haunter. Als het goed is kan Haunter Ghost aanvallen. Die kunnen heel veel pijn doen, maar wij zijn een leveltje hoger. Dus ik hoop dat Confusion eerder is. Oeh, geen damage gelukkig. We waren namelijk niet eerder, maar Confusion gaat deze Haunter wel killen hoor. Oh, nog niet eens. Oké, dat is jammer. Lick gaat ook heel veel pijn doen bij ons namelijk. Oh, dat valt eigenlijk best wel mee. We zijn wel paralyzed. Laten we hopen dat we een aanval kunnen doen. Nee, we zijn paralyzed. Oké, we moeten nog een keer. Lick gaat wederom pijn doen. 6 HP is niet heel veel. Is paralyzed and can't move. Nog een keer. Goddammit. Come on. Doe Confusion, Jossa. Jossa is weer paralyzed. Come on. Confusion. Juist. Lekker. Dan kunnen we Jossa misschien wisselen. Want Jossa krijgt hier denk ik wel veel experience voor. Laten we eens even kijken. 270 is genoeg voor leveltje 12. Dus we zouden Jossa kunnen wisselen. Laten we even kijken wat de bucketje nog meer... Een Celio. Oké, dat is water-ijs. Water-ijs. Misschien dat we dan Daphne even moeten inzetten. Oh nee, dat is ook een steen volgens mij. Dit is helemaal niet zo handig. Daphne, dit is niet best wat ik nu doe. Laten we wel even een Psybeam doen. Gewoon even kijken hoeveel damage we kunnen doen met Daphne. Ja, op zich redelijk, maar Water Gun doet denk ik heel veel pijn bij ons. Ja, dat doet best wel zeer. Laten we toch nog even doorgaan om in ieder geval damage te doen. Want we hebben gewoon niet echt een gras Pokémon of een Pokémon die überhaupt genoeg damage kan doen. Dus laten we proberen om met Daphne zoveel mogelijk te doen. En dan kunnen we switchen. Maar misschien is het wel... Ja, kijk, als hij dit soort aanvallen doet. Growl en Defense Curl. Dan kunnen we het gewoon fixen met Daphne. Als hij nou gewoon Water Gun had gedaan 3 keer achter elkaar. Dan hadden we een probleem gehad. Hij is ook nog confused. Dus misschien slaat hij zichzelf. Laten we kijken. Celio is confused and hurts itself. En dan gaat hij als het goed is dood. Jazeker. Daphne, gaat hij naar level 12? Kan zomaar. Net niet. Oei. Een Spoink. Nou, die kunnen we wel aan, denk ik. Dat is een Psychic Dark Pokémon. Maar laten we kijken wat Psybeam doet. Ik denk redelijk wat damage. Nee, helemaal niet effectief. Omdat het natuurlijk zelf een Psychic is. Zullen we wisselen dan? Dat lijkt me goed. Doen we even wisselen naar... Paul? Ja, wisselen we gewoon even naar Paul. Dat is natuurlijk een beetje onze tank. Is het hoogste level. Level 13. Gaat waarschijnlijk naar level 14 hierna. Oeh, Psywave. Dat gaat pijn doen trouwens. Ai, 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 ai. Heel veel pijn. Double kick. Doet dat iets? Nou, niet heel veel. Maar dat doet wat. Laten we Rock Tomb maar proberen. Onze nieuwe aanval. Want Psywave doet best wel 14 damage. Dus dat is niet best. Rock Tomb. Kom maar door. Doe dat genoeg? Doet zeker genoeg. Een critical hitje was welkom. En we hebben deze trainer ook verslagen. Daphne gaat naar level 12. Paul gaat naar level 14. En zo hebben wij de tweede trainer verslagen. Ik denk wel dat het slim is voor nu om even naar het Pokécenter te gaan. En voordat wij die derde trainer gaan doen. Maar we rennen nu een stuk sneller door, dames en heren. Zien jullie dat? Dus in principe denk ik dat wij in deze aflevering redelijk wat trainers kunnen afwerken. Voordat wij bij die cave zijn. Ik denk niet alle. Maar in ieder geval dat we deze aflevering zo ver mogelijk komen. Zodat we volgende week de cave in kunnen. En nieuwe Pokémon vriendjes kunnen vangen. Dan moeten wij zelfs keuzes gaan maken. Want het gaat zo goed. Er gaan geen Pokémon dood. Dat betekent dat wij meer Pokémon vangen dan wij in ons team kunnen hebben. En dan moeten wij keuzes gaan maken. Ja, en ja, laten we heel eerlijk zijn. We hebben namelijk wel hier 1, 2, 3 soort van Psychic Pokémon. Waarvan Golduck ook nog water is. Dus die zou ik er dan misschien nog bij houden. Maar ja, één van deze twee zou ik dan misschien wel wisselen. Daphne of Jossa. Goed, wij gaan in ieder geval eventjes kijken naar de derde trainer. Hieronder zat niks, hè? Of kan ik hier een Pokéball wegsnoepen? Nee. Goed, dan gaan wij naar de derde trainer. Wie zetten we vooraan? Is er iemand lager dan de rest? Ja, Eva
jij bent nog steeds level 11, dus we gaan Eva trainen met Scratch. Bij deze fijne man. Laten we hopen dat Eva snel Water Gun, Bubble, Confusion, iets in die trant leert, want Scratch is gewoon niet heel veel. Verreligator, oké dan, hallo daar. Dat is jammer. Laten we scratchen. Ja, we zijn wel een stuk sneller. En het is een Verreligator van level 11, dus in principe is het niet een heel groot drama, maar ja, deze is sowieso sterker dan onze Totodaal bij wijze van. Kijk maar eens even wat één Scratch daarvoor damage doet. Water Gun doet als het goed is niet zoveel damage. Hij kan beter scratchen. Kijk, Water Gun doet echt 2 damage. Maakt niet uit, we scratchen gewoon. Kijk eens, een critical hitje is hartstikke welkom. Leer. Oeh, daar gaat onze defense omlaag. Daar moeten we wel een beetje gaan oppassen. Wat wij gewoon willen is het liefst... Oh, Rage. Oeh, dat gaat... Voor Rage ben ik bang. Oké. Eén Scratch, we zijn sneller dan hem, dus we hebben Verreligator verslagen. Lekker bezig, Eva. Eva is level 12, dat weet ik nu al zeker. Goed gedaan, Eva. Level 12, je gaat... Wow, 495 experience. Je gaat misschien wel naar level 13. Oeh, dat nog niet. Maar oké. En Growlithe, kijk, hoe chill zou het zijn geweest als Eva nu Water Gun kon. Maar nee. Goed. Growlithe kan ons niet heel veel pijn doen, denk ik. Dus laten we maar scratchen. Ja... Laten we dat maar doen. Oh, Bite. Oh, ai. Bite kan wel heel veel pijn doen. Dat is namelijk een dark aanval op Psychic. Het doet 5 damage. Dus in principe denk... Oh, kijk eens eventjes. Eva is een beast, jongens. Ember gaat niet heel veel pijn doen. 2 HP. Wij zijn sneller. Oh, we zijn wel geburned. Dat is eventjes jammer. Burn doet namelijk wel... Oeh, flink wat damage. Scratch. Wegwezen hier. Oh, Eva... Had je bijna niet overleefd dit. Maar je bent level 13. Geef ons alsjeblieft een water gun of een bubble of iets. Nog steeds niet. Dit is heel erg spijtig allemaal. Dat we nog steeds moeten scratchen met Eva. Krijgt Eva pijn als wij hier blijven rondlopen met Ember? Nee hè? Nog steeds 7 HP. 10 HP zelfs. Oké, laten we even switchen naar Totodaal. Want Eva is level 13. Dan gaan we Totodaal trainen. Bij de volgende, dat is deze bovenste. Je ziet, er zijn hier echt heel veel trainers. Dus laten we gewoon kijken hoe ver we komen. Wat heeft deze trainer? Deze trainer heeft 2 Pokémon. En de eerste is een Geodude. Hoe chill zou het zijn, dames en heren, als wij een wateraanval konden. Maar ook Totodaal kan alleen Scratch en Leer. Dus wat we doen is toch kiezen voor Paul. Want die kan in ieder geval double kick om een steen Pokémon te verslaan. Want voor de rest, ja... kunnen we nog niet zoveel. We moeten gewoon een wateraanval leren. En dat blijft maar duren en duren en duren. Maar goed, here we go. Double kick doet genoeg damage. We hebben er nog eentje nodig. En dan ja, kunnen we eventueel voor de tweede Pokémon wel weer switchen naar Totodaal. Maar dit had anders veel te lang geduurd. En we willen natuurlijk ook gewoon een beetje tempo maken, dames en heren. Here we go. Boom, boom, boom. De laatste. En die is dood. En dan krijgt Totodaal wel een beetje experience. Maar niet genoeg, denk ik. Hier 91 voor Rafael. Dat is natuurlijk niet zoveel. Een Skiploom. Dat is gras. Ik denk dat we daar Yossa voor moeten inzetten. Of Daphne. Laten we Daphne inzetten. We zijn allebei level 12. Dus in principe maakt het niet uit. Maar gras-Pokémon kunnen als het goed is niet zo goed tegen Psychic aanvallen. Dus laten wij Psybeam doen op deze Skiploom. Laten we kijken wat voor damage dat uithaalt. Psybeam. Dat doet niet heel veel, maar redelijk wat damage. Waarom doet deze Skiploom alleen splash? Wow, hij kwam niet. Hoorde je het? Oh, ik moest niet zien, maar hij kwam niet. Dat is zo vervelend. Oh, Synthesis is ook heel vervelend. Kijk eens even. Dat is ook een nare aanval, want dan krijgt hij de hele tijd health erbij. Ik wil eigenlijk niezen, maar hij komt niet. Oh, ik wilde echt heel netjes in de elleboog. Zagen jullie? Maar hij kwam niet. Dat is toch jammer. Hallo, Skiploom. Doe eens even niet. Ik vind het heel irritant. Synthesis. Gatsidari. Dan blijf je bezig. Nou. Nog 1 Psybeam hierna. Als hij niet fotosynthesis doet. Goed zo. Tail Whip. Dan is als het goed is deze Skiploom hartstikke dood. Zo. Wat heeft deze Pokémon nog meer? Deze trainer nog meer? We hebben die Judith ook verslagen natuurlijk. Nou, dan zijn we al er doorheen. Eens even kijken. Dan gaan wij al naar deze trainer. Hallo! Als het goed is heeft deze 1 Pokémon. Dacht ik. Of 2. Ik weet het niet.
4. Oké. Okay. Een Charmander. Hallo daar. Welkom, Raphaël. Jammer dat je geen Watergun kan, want dan hadden we heel snel hier deze Charmander dood gekregen. Maar goed, we zetten Totodaal wel in, oftewel Raphaël, want Ember die doet niet zo heel veel damage op deze water-Pokémon. Scratch ook niet zoveel, dus ja, onze Raphaël is gewoon hartstikke goed. Here we go. Raphaël 124, nog net geen... Oh, een Arcanine komt erachteraan. Nou, blijf maar staan, want jij kan in ieder geval die Embers goed tanken. Maar dit is wel even een flinke Pokémon, normaal gezien. Oh, doet dit zeer? Nee, dit doet geen zeer. Oké, okay. Scratch doet ook niet heel veel zeer bij hem. Maar goed, we gaan maar door. Ember doet namelijk niet heel veel damage. Dus ik denk dat we deze Arcanine op deze manier wel kunnen pakken. Wow, we mochten zelfs twee keer achter elkaar. Oh, er wordt geroard. Nou, dan doen we het even zo. Psybeam. Oh, ik had Mudslap moeten doen. Ground op vuur is natuurlijk veel beter. Maar goed. Dat doen we dan hierna wel. Psybeam doet wat damage. We maken het af met een Mudslap. Ik denk dat Mudslap genoeg damage doet. Ember die doet niet zoveel. Ook Daphne is geburnt. Dus we moeten hierna denk ik wel even naar het Pokécenter, jongens. Ai, ai, ai. Nog één Mudslapje nodig. Komt u maar, komt u maar. Propapampampam. Mudslap. Arcanine is hartstikke dood. Zo. Eens even kijken. Dan krijgt Raphaël, gaat naar level 13. Leert hij wat? Ja, eindelijk! Watergun. Lekker bezig, Raphaël. En Daphne gaat ook naar level 13. Dus dit gaat eigenlijk bijna als een leien dakje, kan ik wel zeggen. Er komt nog een Barboach. Dat is een water-Pokémon. Ja, Daphne, maak jij het maar af. Je bent burnt, maar ik denk dat jij deze Barboach wel dood moet krijgen. Alhoewel... Oei, als deze Barboach Watergun of zo kan, dat is natuurlijk weer een steen-Pokémon en burn, dan wordt het weer gevaarlijk. Dus misschien dat we Jossa even moeten inzetten. Die is toch level 12, die willen we ook naar level 13 trainen. Dus misschien is dat een beter idee om te doen. Mudslap, kijk, nou ja, dat had misschien niet heel veel damage gedaan op Daphne, maar laten we het maar even doen op deze manier. Confusion, mist, dat is jammer. Watersport doet geen damage gelukkig. Maar laten we deze trainer even snel afmaken. Zo. Kom maar door. Zo. Ja. Nog één Confusion. Deze trainer had 4 Pokémon. Dat is waar ook. Dus hierna komt er nog eentje als het goed is. Nou ja. We zien het allemaal wel. Jossa gaat niet naar de volgende level. Want hij moet de experience delen met Daphne. Dus er komt niet zo heel veel bij. Maar misschien wel van deze Diglett. We gaan het zien. Diglett. En wij doen... Confusion. Doet dat veel damage. Ik denk niet dat hij dood is. Nee, we moeten er nog eentje doen. Gelukkig kan Diglett nog geen dik. Dat hij onder de grond gaat. Dit is wel jammer dat je natuurlijk... Oh, magnitude 9. Ai, dat kan wel heel veel pijn doen. Jossa, tank alsjeblieft. Tank het. Oh, dit doet helemaal niks. Normaal is een magnitude 9 iets waar je bang voor moet zijn. Want 10 is het hoogste. Dus dat zou heel veel damage moeten doen. Maar dat deed eigenlijk niet zo heel veel. Goed, wij rennen even naar het Pokécenter voor onze twee vrienden die geburnt zijn. En dan gaan wij denk ik nog deze trainer hieronder en deze trainer verslaan. Dan zitten we weer ruim over het kwartier, ik weet het jongens. Als ik nu stop, dan zou het netjes zijn. Maar ja, fuck it. We maken de aflevering gewoon iets langer. En dan kunnen wij misschien zelfs nog een extra Pokémon vangen. Die zit namelijk in dat grasveldje na die twee trainers. En dat leek me nog wel even leuk om te doen. Daar zijn we weer, dames en heren. Wij moeten Jossa vooraan zetten, want die is level 12 en de rest is level 13. Dus wij zetten Jossa vooraan en dan gaan wij beginnen met deze trainer. Die heeft als het goed is 1 Pokémon, dacht ik. En dan hebben we nog 1 trainer daar staan en dan gaan wij een extra Pokémon vangen. En dan vind ik het weer mooi geweest voor deze aflevering. Deze heeft 2 Pokémon, oké. Een Wingull. Die kunnen we wel aan, denk ik. Confusion. Een Wingull van level 11. Jongens, het gaat hartstikke goed. Onze Pokémon die gaan als een tierenlier. We zijn confused. Laten we hopen dat wij deze Wingull gewoon aankunnen. En dat wij niet onszelf pijn gaan doen. Jossa, kom op. Dat is jammer. Dit vind ik heel jammer, Jossa. Je had het even mooi snel kunnen oplossen. Maar je moet jezelf weer pijn doen. En dat vind ik niet prettig. Kom op. Jeetje. Jossa, please. Come on, je bent voor de helft dood al. Schiet op. Hehe, lekker bezig. Wat wordt de tweede Pokémon die wij moeten verslaan? Gaat Jossa naar een volgend level? Net niet, denk ik. Nee. Een Relicanth. Dat is een water-Pokémon.
Jossa is nog steeds confused, denk ik. Dus ik denk dat wij een andere Pokémon gaan inzetten. Confusion. Hit niet jezelf, please. Lekker bezig. Here we go. Kijk, dat... Oh, nou is Relicant ook confused, dus dat is chill. Hit hij zichzelf? Dat zou heel erg fijn zijn. Ja, lekker bezig. Dan kunnen wij nog wel even door. Wij zijn namelijk uit onze confusion, dus wij gaan lekker door. En ik denk dat wij deze Relicant aankunnen. Zeker als hij zichzelf nog een paar keer blijft hitten. Ja, zoals dit. Hartstikke mooi. Doen wij nog een confusion. En het meest ideale, want hij is net niet dood, zou zijn dat hij zichzelf nog een keertje zou slaan. En dat doet hij ook. Lekker bezig. Oh, hij is net niet dood. Maar goed, nu wel. Dus we hebben deze trainer verslagen met Jossa alleen. Jossa is leveltje 13. En wij gaan rustig verder naar de laatste trainer die ik in gedachten had voor deze aflevering. Jossa, hartstikke goed. Dankjewel voor je medewerking. En dan gaan wij eens even kijken wie wij vooraan zetten voor deze laatste trainer. Jos is level 13, Daphne, Raphaël en Eva. Laten we Eva maar vooraan zetten. Want ja, die moet gewoon zo snel mogelijk een goede aanval leren. Here we go. Wat heeft deze jongen in petto? Ik kan me herinneren dat er één trainer was die maar één Pokémon had. Maar die hebben we dus nog niet gezien. Misschien is het deze jongen. Ja, deze heeft één Pokémon. Het is een Zubat. Dat valt allemaal best wel mee. Hij is level 14. Dat was natuurlijk het dingetje waar ik bang voor was. Dat dit een hele epische Pokémon zou zijn. Omdat hij dus level 14 is. En het maar een trainer is met één Pokémon. Maar goed, het is een Zubatje. Doet Leech Life. Ja, Scratch. En ik denk dat hij dan al ver heen is. Kijk, hoppakee. Scratch, Eva, je hebt lekker gepresteerd. Goed bezig. Je gaat niet naar een volgend level, want de Zubat die levert niet zo heel veel op. Maar dames en heren, we hebben alle trainers op dit routetje verslagen in één aflevering. En dat vind ik best wel netjes. Laten wij dan voor de zekerheid nog even een extra Pokémon vangen om deze aflevering leuk af te sluiten. Of gaan wij dat meisje daar nog verslaan? Gaan we gewoon door en door en door en door. Ik vind het eigenlijk wel goed. Laten we dit meisje ook nog verslaan. Dan gaan we een Pokémon vangen en dan zijn wij officieel tot dat punt, zeg maar. Dan hoeven wij niet meer om te kijken naar dit grasveld. Een Machamp! Oh my god! Scratch. Doet niet heel veel damage. Low kick. Oh, dat doet... Ah! Nee! 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 Eva! Maar... Nee! Dat kan toch niet? In één trap. Eva, nee! Oh, Eva. Het spijt me. Dit gun je niemand. Oh my god. Ja, Jossa durf ik nu... Daphne dan maar, denk ik. Daphne, please. Daphne, Psybeam. Kill deze Machamp, please, Daphne. Nee, het is super effective. Oh, hij is wel confused. Oh, please, Daphne. Niet doodgaan. Al onze vrouwen en het team dood in één keer. Nee, oh, dat willen we niet. Oh, Daphne's defense is omlaag. Dat is niet best. Confusion. Psybeam. Oh, nee. Nee. Nee, karateschop. Nee. Oh, gelukkig. It's not very effective. Nou, het doet alsnog heel veel damage. Oh my god. Oh my god. Laten we alsjeblieft even... We hebben nog maar één potion. Oh, dit is helemaal niks. Goed, Daphne is weer geheeld. Snapped out of confusion. Karateschop. Oké, we kunnen nog een karateschop aan. Dus laten we hopen dat hij dat doet. Focus energy. Oké, Machamp is dood, jongens. Psybeam gaat raken. Kijk, Machamp is dood, maar ook onze Eva. My god. Oké, jongens. Ik weet dat we heel veel verdriet hebben van Eva. Daphne gaat wel naar level 14. Jee. Ik denk, jongens, als wij nu een Pokémon gaan vangen en het is een meisje, laten we die dan Eva noemen. Zullen we dat afspreken? Want ja, dit is natuurlijk heel spijtig. We zetten Raphaël even vooraan. Ik denk dat dat handiger is. Hoeveel Pokéballs hebben we eigenlijk? 6. Dat moet genoeg zijn om een Pokémon te vangen. De eerste Pokémon die we tegenkomen is voor ons en het is Bulbasaur.
Oh my god, Bulbasaur. Het is wel een jongetje, sorry Eva. Bulbasaur, oh ja, nou, die moeten we dus eigenlijk wel vangen, hè, jongens. Scratch. Don't die, Bulbasaur. Nee! Oh, wat een piep aflevering is dit. We hebben Eva verloren en we mogen nu geen Pokémon meer vangen in dit veldje. Dus geen Bulbasaur voor ons. Oh, dat had echt een meesterlijke toevoeging geweest voor ons team. Oh man. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende aflevering. Waarin wij dus naar de cave gaan. En ja.